Vader, ik zie zoveel mensen om me heen die gebukt gaan onder zorgen, die verdriet hebben, die zich zonder hoop doorheen de dag sleuren en een grote leegte ervaren. Wat zou het prachtig zijn als zij u zouden uitnodigen in hun leven? De leegte zou opgevuld worden door u. Want u staat met wijd open armen klaar om hen de liefde en warmte te geven die zij zo missen. Jezus, u hebt ons gezegd dat het Koninkrijk Gods in ons midden is, dat het aanwezig is in zij die u kennen. Mogen uw kinderen tonen dat u in hen woont, met hen bent en door hen heen spreekt. Mogen zij door hun woorden en door hun gedrag uw liefde en warmte brengen tot bij die mensen die het zo nodig hebben. Mogen zij, die nu zonder hoop zijn, u vinden en u uitnodigen in hun leven. Mogen we zo echte broers en zussen worden van elkaar en de vreugde om u te kennen met elkaar kunnen delen. Vader, in deze moeilijke tijden bid ik meer dan ooit uw Koninkrijk komen. We hebben u nodig, Heer. Wees welkom in onze o zo zwaar beschadigde wereld.